werd er in de Bijlmer een nieuwe voetbalkooi geopend door niemand minder dan Urbi Emanuelsson. Al jaren zijn ze in de K-buurt bezig zo'n kooi neer te zetten en vandaag was het dan eindelijk zover. De eerste bal kon worden getrapt. Het was voor Urbi Emanuelsson een mooie gelegenheid om weer even terug in zijn oude buurtje te zijn. De Ajax-ziet is groot geworden in de Bijlmer en is niet onbekend met het lokale straatvoetbal. Het leuke van dit is dat iedere buurt zeg maar zijn eigen veldje heeft. Dan ga je wel eens als buurt op pad en dan beland je wel eens in een andere buurt waar je dan tegen elkaar voetbalt. En dat wordt onderling afgesproken. OSB, dat zit hier vlakbij. En daar komen zeg maar jongens van Strandvliet, Kraaienest, noem maar op. En daag je elkaar denk ik een beetje uit en dan is het een beetje buurt tegen buurt. En nu heeft dus ook de K-buurt zijn thuisveld. En wie weet hebben we er over een paar jaar dan weer een paar Urbis bij in de arena. Ik hoop het. Ik hoop het wel natuurlijk. Ik moet zeggen dat het wel leeft op dit moment hier. Het is of voetbal of het is muziek. Of iedereen loopt te voetballen of er worden platen gemaakt of beats gemaakt. Dus dat zijn op dit moment denk ik wel de twee dingen die het meest leven hier in de Bijlmer.